Welkom terug, trouwe fans of trouwe kijkers en nieuwelingen. Naast mij staat een GLK 350. Zeg ik het goed? Geen 320? Ja, een 350. Uit 2008. In een donkergrijze, echte, typische Mercedes kleur. Met een Designio interieur. De komende dagen mag ik me bezig gaan houden met interieur reinigen. Lederherstel, want de stoelen zijn hier en daar wat kaal. Maar goed, dat mag ook na zoveel jaar. En dan gaat de lak gaat in IGL coatings kwarts. Velgen gaan in de wielprotector. Bandjes, ramen nog even, binnenkant, buitenkant. En dan heb ik weer een leuke klus te doen de komende uren, CQ dagen. Vind het leuk om deze vlog weer te volgen, hè, met de bekende kopje koffie, colaatje, een whisky of een zakje chips en een bakje popcorn. Heel graag. Ik ga mijn spullen bij elkaar zoeken. Ik ga het eerst het interieur even stofzuigen en dan ga ik als eerste beginnen aan het leerherstel, zodat dat kan drogen over de dagen heen. En dan nog lakdieptereiniging en dan de lak 1 of 2 stappen polijsten. Maar dat is voor later. Goed, dus ik zou zeker zeggen, stay tuned. Goed. Ik ga nu verder met het interieur, het leer schoonmaken en schadeherstel. Ik zal even laten zien wat de schade is. Kijk, hier zit een kale, een slijtplek. Daar is de kleur bijna weg. Dat geldt hier ook. En kijk, de instapschade. En het leer is voor de rest vuil. Je ziet ook, dan zit een donkerbruine vieze randje aan. Kijk, het Designo logootje erin. Het stuur wat glimt, wat schoongemaakt moet worden. Hier zit ook zo'n geslijtplek. En versleten leer wat nat wordt zwart. Kijk, daar komt die. Dat geldt voor die ook, die zal dus verdwijnen. Omdat die, ja goed, achtergrond is natuurlijk. Zo kun je herkennen of leer de verf dun is. Als het zwart wordt, als je het nat maakt, dan is de verf weg. Goed, en zo ga ik alle stoelen voor de ref af. Eerst schoonmaken en daarna aan kleurherstel beginnen.
Dat gebeurt wel eens met mengen. Dat het roer... Zit in de fabricage van die bekertje zit een heel klein puntje in het midden van het bekertje. En dan blijft het roer uit je wel eens hangen. Dan pats, dan springt het zo de verf eruit. Dus af en toe zal even... Goed, even kijken. Hij is nog te wit. Beetje oker. Ik moet naar een ivoorkleur. Ja, de ervaring en het snappen en weten hoe je de kleur moet mengen. Is toch wel key om goed werk af te kunnen leveren. Want ik werk niet met kleurcodes. Ik werk echt puur op gevoel. Een tinkeltje donkerder. Zo, dan gaan we zo eerst even een testspot neerzetten. Laat even drogen, kijken wat het doet. Daar gebruik ik hele kleine sponsjes voor. Dat geeft mij de inzicht. Ik zal de camera even draaien. Zo. Wat de kleur doet. Als die opgedroogd is, want als de verf nat is, heeft die vaak nog een iets andere kleur als dat die opgedroogd is. En zo te zien, moet die nog wat donkerder. Dus hij moet wat grijzer en wat geler. Dus het wordt een beetje spelen met oker en met zwart. De camera weer even draaien. Zo gaan we de verf mengen en dan kom ik straks... In de volgende shot bij je terug als ik bezig ben met verven of als het resultaat klaar is. Ik kijk wel even. Oh, het witte gedeelte is klaar. Alleen de instapschade moet ik nog doen. En dat is een beetje een donkergrijze kleur. En ik zou bijna zeggen dat er ook een klein beetje blauw in zit. Maar dat is even aftasten. Maar ik denk dat het hoofdzakelijk donkergrijs is. Afgestemd vanwege het exterieur ook donkergrijs van de lak. Het witte gedeelte kan even drogen, dus dan ga ik straks verder. Dan ga ik nu dus ook de verf mengen voor de instapschade. Mooie stoelen. Ik vind het design heel mooi. Zo, zoals ik al aangaf, de stoelen zijn klaar. In dit geval het witte gedeelte, alleen de instapschade nog. Het kale gedeelte is eruit en dat geldt ook voor de andere kant. Kijk, een schoon stukje klei. Nu ga ik lakdieptereiniging. Je hoort het al, hè? Schuurpapier. En dit heb ik een stukje van 50 bij 50. Het is gewoon bruin.
het water. Of de detailer spray, laat ik het goed zeggen. Kijk. Vuil. Van de lak die met hand was en dit is nu spekglad. Hier een klein stukje. Dit is de basis om goed en netjes polijswerk af te leveren. Tjo! En zo gaan we de hele auto doen. Dus ook hier ben ik hem wel even mee zoet. Moet, dan heb je wel een fantastische basis om te kunnen polijsten. En een ultieme glans te creëren met polijsten. En uiteraard dat beveiligen en beschermen met keramische coating. Of met een wax, wat je wil. En na de lakdieptereiniging heb ik geconstateerd dat op de motorkap een aantal stukjes steenslag zitten waar al een beetje roest in zit. Dus ik ga die even schoonmaken en een beetje leegkrabben. En dan ontvetten. En nu heb ik gelukkig nog donkergrijze, en voor mij is het dezelfde kleur zelfs, grijze lak van Mercedes heb ik nog staan. Dus daar kan ik mooi die dingen mee afwerken. Voordat ik maandag ga beginnen met polijsten. Ik heb lakdieptereiniging toch maar even afgemaakt na het eindigen en het bewerken van het leer. Dan scheelt dit maandag weer in de arbeid. Goed, ik ga even die dingen even leegkrabben en dan ontvetten en dan even de verf zetten. Laat ik even drogen en dan een heel klein beetje blanke lak erop. Zodat ik daar maandag mee verder kan. Goed, het is inmiddels voor mij maandag geworden, maandagochtend. Ik ga beginnen met lakpolijsten, zoals ik al in het voorgaande stukje al gezegd had. Lakdieptereiniging had ik al uitgevoerd, had ik eigenlijk voor vandaag staan. Maar ik had zaterdag toch nog wat tijd over, dus ik heb dat zaterdag wel afgemaakt. Dus nu heb ik weer mijn aantal machines neer klaargelegd. Twee rotaries en twee excentrische, waarvan de één op accu. En ik kan wisselen tussen een 5 centimeter en een 77 millimeter, 7,7 centimeter pet, excentrisch. En ik ga vandaag gebruiken de polijstmiddelen van Koch. Even kijken. Nou, laten we eerst maar eens even met rotary beginnen. Kijken hoe strak we de lak in de instantie kunnen krijgen. Op zich is de lak netjes. Maar je kan zien dat tot wel een boost kan gebruiken. Het wordt eerst beginnen met de rotary.
En dan daarna excentrisch. Eerste twee stappen, polijsten zit erop. Zometeen laag 3. Maar eerst even eten. De babbetjes zitten erin. Het kopje koffie zit erin. Nieuwe energie voor ronde nummer 3. En het rijmt nog ook. Ja, laatste stap, polijsten. En dan morgen verder met lak ontvetten en coating plaatsen. Morgen ontvetten met IGL Precoat en dan IGL Coatings Quartz gaat op de lak. De eigenaar, de klant, heeft zelf zijn velgen opgeknapt. Heeft hij heel netjes gedaan, moet ik zeggen. Netjes in de zilveren lakspoten, daarna blanke lak eroverheen. Alleen de blanke lak die kan wel een boost gebruiken. Wat ga ik doen in overeenstemming met de klant? Is even de blanke lak polijsten, zodat hij dus gaat glanzen, de velg. Hij is nu min of meer mat. En ik ga hem nu even op glanspolijsten. Dat is wel. Het steekt even, net even wat mooier
af met deze zilveren kleur. Goed. Oordopjes in. Beetje polijspet. Beginnen we eens met. Ja, doe maar. Zo. Beginnen we eerst maar even bij het ventiel. Zo. Even de ramen op glans polijsten. Om de talgvlekjes en dat soort zaken eruit te halen. Zo, dat is de eerste. De landschapspolijsten hebben behalve de voorruit, want die moet ik weer schoonmaken, want dan ga ik één laagje coating opzetten, zodat die waterafstotend is. En nu wordt het nu tijd om te gaan ontvetten, voordat we dan de coating gaan beginnen. Zo, dan ga ik even de hele auto doen. Trapje voor het dak. Gaan we beginnen met de coating. Even een beetje verzadigen. Zo. Daar gaan we. De coating kwarts zit erop. Ik kan nu een aantal uurtjes drogen voordat ik laagje 2 erop zet. En dat geeft mij in de tussentijd de tijd om even te gaan lunchen. Ja, 2008. Mooie Mercedes GLK. Goed, het is voor mij nu even wachten voordat ik door kan gaan met mijn werk. In de tijd inmiddels aangekomen bij de aanbrengen van de tweede laag. Even verzadigen. Zo. Coating. Drogen. En dan ga ik morgen de laatste zaakjes afmaken, voordat hij morgen aan het eind van de dag terug kan naar de eigenaar.
Hij glanst weer lekker. Kan niet anders zeggen. Goed, voor mij is het tot morgen en voor jullie is het tot de volgende shot. Zoals altijd, dit is de laatste dag. En de laatste dag ga ik de laatste zaken ook nog even afmaken. Zoals ik gezegd had in het voorgaande stukje. Interieur nog even nalopen, kunst nog even verzorgen. Ik moet het leer nog even voeden. De raam aan de binnenkant nog even schoonmaken en de voorruit aan de voorkant. Daar ga ik dan meteen nog even een coating op zetten. Dan is het interieur is klaar. Dan sluit ik de deuren en dan ga ik door naar de buitenkant. En dan ga ik IGL Premier op de lak zetten. De superhydrofobische sealant van IGL. Echt een wereldproduct. Wat rest mij nog meer? Even kijken. Oh ja, en de velgen ga ik nog even in de wielprotector spuiten. Dus ik heb de nodige klusjes nog even te doen. Waar ik het eerste ga beginnen is het leren voeden. Met IGL Leather Cleaner of Leather Moisturizer. Oh, oh. Zat het leder weer een heerlijke zacht gevoel krijgt. Zo ga ik even de rest van het interieur afmaken en dan zien we zo meteen terug. Voet, de GLK 350 uit 2008 is klaar. Voorzien van IGL Coatings Quartz. Een 24 maanden duurzame keramische coating. Interieur gedaan, exterieur gedaan. Rest mij alleen nog mijn kwaliteitszegels in te plakken in de auto. En je wederom bedanken voor je belangstelling op deze video. Wellicht zie ik je bij de volgende. En je krijgt van mij uiteraard nog het bekende rondje van de zaak. Tot de volgende keer. Ciao.